Naar de wel een klein gaatje. Ook die man vanuit Aanschot. En dat is voor een grote soort mooie plaatje. Nummer 2 en dan is er een strijd. Tussen de 53 en de 54. En de 53, dat is daarom aan vanuit Oostende in de 54. Vanuit Eindhoven met Victor van Pallaar. Het is van Pallaar. Die derde plaats hierop bij het gaat hier laatste. En dan derde opdraaien. En die overwinning die lijkt hier naar de Wiggins te gaan. En dat is Ryan van den Broek. Fred van Aertop, Toon Aertop en Klozen, Robberstad en Wout Nebelen. Dan gaan we kijken. De derde lengte en de lijn op voor deze heren. Dan lijkt me Toon Aertop te zijn op de eerste plaats. Neemt daar van Aertop met zich mee. In het Ranje Plas en Toen. Voor de nummer 0. En met de kartijntje. En Klozen, de piloot. Blijven gaan, hup! Hop, hop, hop! Voor aan de tweede plas. Dit voor Toon Aertop. Deze plas, Fred van Aertop. Ranje Plas en nummer 0. Katerwijn, de voor Kenny Klozen. En dat is weer een van de wizards hier aan de leiding. Dat is Ryan van den Broek. Van den Broek neemt daar BMX 2000 Tessel met zich mee met Victor van Ballaar. Plaatje 3 in handen van die 64 nummer van Axel Hermans. En toch wel belangrijk weer op plaatje nummer 4. De mannen van Ande Dever, BMX team back af. Renzo Suttens laat zijn gelijk hier in het onder een stralend zonnetje hier in Rans. Met die 67 nummer is Ryan van den Broek. We hadden het net over Aerschot en hier is Brent van Aerschot, maar hij is niet woonachtig Aerschot en hij rijdt voor PMC Cycling. Van Aerschot zit hier op plaatje nummer 1, dan hebben we die 82 nummer van Kenny Klozen, BMX in Park. Blijven gaan Brent, hup hup hup, blijven gaan! En op plaatje nummer 4 zien we een van de mannen van Frank Smet vanuit Texel. Die 144 van Robbenstans, maar het lijkt me dat Brent van Aerschot hier deze reeks zegt. Op zijn rekening zal schrijven. Nummer van Ryan van den Broek zit op 1. Gaan zijn we die 45 van Jet de Boeien. Nummer 3 is een handen van Schadertje. En dan zien we die man vanuit Spanje. Quatrième place voor Loan Kamer. Vooraan is nog steeds die 45 van Jet de Boeien. Voor de eerste in het gezelschap Ryan van den Broek. En plaatje nummer 3, die ging dan naar het derde team voor Seppe Aartsen. Oké, ondertussen zijn Jan Feesje in de kwartfinale bij onze boys van 9 jaar. En zien we daar Ilio Lensen die daar op die eerste positie zit. Op die tweede plaats zie je 68 nummer. Dat moet dan 68, dat kan niet. 98. 98 nummer als Tristan van Dijk. Op die derde plaats is het Brent van Aerschot. En die zit al virtueel mee in die halve finale. Twee mannen van PMC Cycling in die halve finale. En ondertussen wordt er overgepakt in, voor die eerste positie door Tristan van Dijk op Lensen. En dan hebben we van Aerschot op 2. Op die derde plaats de man met de nummer 40 en dat is Seth van Dun, twee mannen van BMX 2000 Tessel. Voor tweede is het Johnny Kevert. Op die derde plaats moeten we aan die andere mannen het peer herkennen. En dat is Noe Erlich. Erlich en Evers naast elkaar naar de finish, maar ze gaan al mee naar de finale. Op die derde plaats hebben we daar een BMX wizard, dat is Ryan van den Broek. Van Dijk, Bosch, Luisterwijk, Monsenaars, Koffertz, Arijs en Klozen. Dat zijn de heren hier op de trek in de categorie Boys 9 jaar. Met op in de eerste plaats de W3 en dat is Axel Bosch. Axel Bosch op 2. Op 1 zien we daar de man van BMX 2000 Tessel. Is dat Tristan van Dijk. Tristan van Dijk op de tweede plaats, derde plaats voor de 110 nummer. Slappe Wijkmans.
En dan wordt er gestreden. Er wordt gestreden. Het is massamoord. De lijst voor het moment. Die virtueel mensen. Kom aan, blijven vechten! Maar is het de 113 man in toppers die nog kan opschuiven? Het is een nek-aan-nek strijd. Een ticketje. Voor het moment is het Toppets. Toppets die pakt daar al een ticketje naar de finale.